De bewustwording over de geschiedenis van de Afobakka-stuwdam moet beter op gang gebracht worden. Dit zegt Orsine Walden, voorzitter van Stichting Duurzame Ontwikkeling Binnenland, DOP, aan de nieuwsdienst in verband met 60 jaar transmigratie. Volgens Walden is gebleken dat veel mensen van het gebied het verhaal achter het stuwmeer en alles dat daaraan vooraf ging niet kennen. Dit stuk geschiedenis, rijke geschiedenis, is niet in opgenomen. En een van onze educatieve activiteiten en projecten is in ieder geval starten met de bewustwording van wat is nou de geschiedenis van de dam, wat is de geschiedenis van die transmigratiedorpen. Want na die historische filmavond 19 februari op Klaaskreek hebben we gezien dat heel veel mensen, ook grotere of volwassen mensen, niet goed weten wat die geschiedenis is. Waarom staat die dam daar? Wat is Sanawini Disranang? En is die dam veilig? En hoe gaat Surinaamse centrale overheid om met die veiligheid? Want als wij veilig zijn in Bigipondo, dan is de rest van Suriname ook veilig. Walden vindt het nodig dat bewoners van het gebied nagaan wat de ontwikkelingen zijn die zij door de jaren heen hebben meegemaakt. Hoe gaan wij om met de dam? Op welke manier gaan wij om met deze veiligheid van Suriname? Dus het is ook een oproep naar de mensen toe, vooral de educatie, het onderwijs gebeuren in Suriname. Dat wij gaan ondersteunen dit soort initiatieven. Om het werk dat we nu in ieder geval met baby steps voor elkaar hebben gekregen samen met het nieuwe instituut. Om dan het curriculum hieromtrent te ontwikkelen. En dat Suriname in ieder geval weet, meer kan weten van haar geschiedenis. Want 60 jaar transmigratie is niet niks. De stichting DOP ontfermt zich over veiligheid en ontwikkeling van het Brokopondo-gebied. Op 19 februari heeft de organisatie samen met het nieuwe instituut uit Nederland een historische filmavond georganiseerd in verband met 60 jaar transmigratie. De getoonde film Sungu Kondre vertelt het verhaal van de transmigratie.